Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. Live vanuit het Zottekot in Polderbos. Yay! Wat voor de belangrijk mee te delen is toch, het is niet Zandhoven, het is Polderbos. Soms worden er sprookjes voor gelezen als je jong bent en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes. Ik word hier bijgestaan door goede vriend, comedian Jan Linzen. Er was eens, dat was een titel dat we hebben gekregen van het publiek. Er was eens een oude man met een Viagra-verbod. Einde. Goed. Dank u wel. Want, zoals we allemaal weten, hoe oud dat ook is, dat blijft werken. Hè. Dat is niet zoals een mossel met menopauze. Er is geen probleem. Nee, maar hij was een oude man. Hij is een oude man. En zijn naam was Ricky. En Ricky hield echt wel van de vrouwtjes. Ricky was echt een ladies man. Elke vrijdagavond op stap. Mooiste hemdje aan, het parfumken op. En dan naar dansbar, of danscafé. De oude rimpel. En daar ging hem elke week zijn gang. En elke week, onze Ricky vond hem wel een vrouwke. Dat hij mee kon dansen en dat hij mee kon pakken naar huis. En Ricky was bekend, hij had ook een naam, een bijnaam, het was Ricky Rucky. Ricky Rucky, ze wisten van, oh, de Ricky Rucky, dat is een beest in bed. Al 75 jaar lang. Want zo hij oud schoot ook sneller dan zijn schaduw. Hij schoot Lucky Luke was ook zo'n andere bijnaam. En nog nooit had zijn beste vriend hem in de steek gelaten. Nee. Tot op een dag. Op een dag. Het was ook weer een vrijdagavond in danscafé. De rauwe rimpel. Iets met een rimpel. En Ricky bestelde zoals gewoonlijk aan de toog 2 Bacardi Cola. Eentje voor hem. En eentje voor het vrouwke dat hem had zien dansen. Helemaal alleen in het midden van een dansvloer. Hij pakt zijn Bacardi Cola en hij stapt naar haar en zegt: hey, ik ben Ricky. And I'm gonna make you lucky. Mariette, die erin... midden van een dansvloer stond te dansen op een leuke polka. Kende natuurlijk de reputatie. De reputatie, maar die kende zoiets van, ja, ik wil ook wel eens met u meegaan. En de avond ging verder en het eindigde dat Mariette Ricky meepakte naar haar thuis. Ze doen hun kleren uit. Ze springen in het bed. En Mariette, haar man, was al 10 jaar gestorven en 10 jaar was haar mossel al met mijn op pauze. En was de schelp niet meer open geweest en ze was klaar om eindelijk nog eens te genieten van een goede man. En Ricky dacht, ik ga die vrouw geven wat ze verdient. Maar toen het moment was aangebroken, voor kleine Ricky, paraat te gaan staan, gebeurde er niks. Hij deserteerde. Kleine Ricky was moe. Kleine Ricky was op. Had zo hard gewerkt, heel zijn leven lang, en dacht van nee, vandaag even niet. Voilà. Kleine Ricky was het kotsbeu dat zijn kleine knappe kopje telkens in een plastieke zak werd gestoken. Ja, daar wou kleine Ricky niet meer aan meedoen. Een geel hesje tot daar aan toe, maar een plastieke zakje, zot. Nu, Ricky kon op dat moment niet meer leveren waar hij voor bekend stond. En Mariette was heel zwaar teleurgesteld. Ze zei ook van, en uw reputatie dan? Ja, zei Ricky, wilde jij dit echt tegen niemand zeggen? Tegen niemand zeggen, want als mensen weten dat mijn kleine Ricky niet meer de Ricky is, ja, dan is heel mijn reputatie om zeep. Maar Ricky kreeg een idee. Hij had gelezen dat er voor zijn probleem pilletjes bestaan. Dus Ricky zoekt op in de Gouden Gids de apotheek van Wacht. En hij gaat naar de apotheek van Wacht. Hij belt aan en hij zegt van, apotheker, ik zit met een klein probleem. Met een klein probleem dat niet groter mag worden. Ja. Of kan worden. En de apotheker ziet direct wat het probleem is en zegt van, wat jij nodig hebt is Viagra. Maar dat ga ik u niet geven. Waarom niet? Ah wel, zei de apotheker. Je hebt hier in gans ons dorp alle vrouwen al gehad. Het is genoeg geweest.
jij krijgt een Viagra-verbod. Voilà. Dat is serieus, hè? Nu zijn ze stil. Ricky begon te huilen. Ja, maar er zijn nog andere dorpen waar ik nog niet ben geweest. Kom aan, help mij. Het kan niet dat mijn beste vriend mij nu in de steek laat. Maar de apotheker was onverbiddelijk. Hij zei, Ricky, als ik jou naar andere dorpen laat gaan, dan gaat daar exact hetzelfde gebeuren als wat hier gebeurd is. Inteelt. Dit moet stoppen. Voilà. En zo gebeurde dat Ricky al zijn zelfvertrouwen verloor. Hij ging niet meer uit op vrijdagavond. Hij zocht niet meer naar vrouwtjes, want hij wist, of hij dacht, dat hij zonder kleine Ricky niks niet meer waard was. Tot hij op een dag iemand tegenkwam. Ja. Hij vond toch de moed om terug te gaan naar Danscafé. De 100ste rimpel. Die café verandert elke week van naam, nou, trouwens. En Ricky zat daar als een muurbloempje te zitten, totdat er inderdaad een dame op hem afgestapt kwam. En die zei van, hey Ricky, ik weet van uw probleem, want dat wordt rondverteld. Maar als man, je bent zoveel meer dan uw kleine Ricky. Je hebt handen, je hebt een mond, je hebt een portefeuille. Allemaal dingen die een vrouw kunnen plezieren. Misschien moet je eens leren dat je niet uw kleine Ricky nodig hebt om elke vrouw gelukkig te maken. En Ricky dacht, verdomme ja. Verdomme ja. Verdomme ja. Bacardi Cola. Voor iedereen. En zo begon Ricky alle vrouwen te plezieren met alles behalve zijn Ricky. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als uw Ricky... Niet meer tikkie. U in de steek laat. Dat ze dan wel mogen komen zeggen dat je vrouwen op een andere manier kunt gelukkig maken, maar dat is onzin. Stop er dan gewoon mee. Oké, okay. Slaap lekker.